De zomer is de beste tijd voor rust en pranks. Hier is een nieuwe supercoole compilatie van hoe je je vrienden prankt en geniet van je vrije tijd. Prank je vriend met een geweldige zonnebril. Traceer het frame op blauw papier. Knip 2 lensdetails uit. Maak 2 witte cirkels. Kies de grootte om de lens aan te passen. Teken de ogen. Bevestig ze op papieren lenzen met dubbelzijdige tape. Bevestig de neplenzen aan de echte lenzen met dezelfde tape. Wacht tot ze in slaap valt en bevestig deze mooie ogen. Het is tijd voor een selfie! Ze zal de foto's zeker waarderen. En het zal een groot plezier zijn om haar wakker te zien worden. Ze lacht! Het is eigenlijk best handig om te slapen tijdens een zonnige dag met deze geweldige zonnebril op. Is je vriendin dol op Oreo? Stop een speciaal koekje in het pakje. Maak het pakje voorzichtig open. Haal de koekjes eruit. Haal er 1 uit elkaar. Haal de vulling eruit. Je kunt het nu of later opeten. Neem een paar kauwgomkorrels. Week ze in het water om de harde laag op te lossen. Als het water wit wordt, verwijder je de kauwgom. Kneed het in de handen. Maak er een bal van. Maak het plat. De kauwgom lijkt precies op Oreo-vulling. Leg het tussen de wafels en druk het aan om het vast te maken. Kun je raden welk speciaal koekje het is? Doe de sandwiches terug in de verpakking. Lijm het. Het is tijd om je vriendin te verwennen met het toetje. Let op haar reactie. Ze lijkt het niet lekker te vinden. Is het een koekje met kauwgomsmaak of een Orbit met Oreo-smaak? Is je vriendin bang voor infecties? Heeft ze liever ontsmettingsmiddel dan zeep? Gebruik dan haar gewoonte voor je volgende prank. Giet handzeep van dezelfde kleur in een fles handdesinfectie. Haal de bovenkant eraf. Geef het aan je vriendin en kijk hoe ze het nep-ontsmettingsmiddel verandert in schuim. Ze zal deze keer haar handen moeten wassen. Maar kijk uit, ze pakt je terug. Het is tijd voor voedselgrappen. We hebben mosterd en pindakaas in het menu van vandaag. Vervang ze. Knijp de mosterd in de ene kom. Doe de pindakaas in de ander. Ze lijken heel erg op elkaar. Maak de mosterdfles schoon. Laat wat pindakaas in de pot zitten om de mosterdgeur te verdoezelen. Doe het bittere spul erin. Meng het met de boter. Smelt de boter om door het mondstuk van de fles te laten stromen en het meer op mosterd te laten lijken. Doe het 10 seconden in een magnetron of in heet water. Doe de boter over de mosterdfles. Sluit de flesjes. De bittere pindakaas is goed voor de lunch. Mijn vriendin vindt het lekker als tussendoortje. Let op haar onmiddellijke reactie. Maar kijk nu uit en probeer je aan je eigen grap te ontsnappen. Je zult nooit weten wat er in je boterham zit. Je wilt iets pikants, maar in plaats van pikante saus zit er een zoete pindakaas in de fles. Het is gelijkspel. Een grappige picknick hebben we gehad. Is je vriend fan van ijsjes? Gebruik het in je volgende prank. Haal de helft van het ijs uit het hoorntje. Eet het op in 1 keer, anders smelt het. Knijp tandpasta uit om de lege ruimte op te vullen. Leg het in de vriezer. Bestrooi met chocoladeschaafsel. Je kunt er gehakte noten aan toevoegen. Dek het hoorntje voorzichtig af zodat ze niets vermoedt. Het is heerlijk om je vriendin te verwennen met koud ijs als het buiten warm is. En het is echt leuk om te zien hoe ze het opeet. Maar pas op, ze kan boos op je worden. Dus train het om je tandpasta-ijsje te ontwijken. Gebruik je vriendin je make-up en draait ze het nooit terug. Dit is de juiste kans om haar een lesje te leren. Neem een oude doe-het-zelf-balsem die je niet meer gebruikt. Haal het uit de verpakking. Smelt het in een magnetron gedurende 15 seconden of in heet water. Voeg cayennepeper toe. Dat is genoeg. Meng het. De peper zal de balsem lichtjes oranje kleuren. Zet het middenstuk op de dop. Giet de balsem erin. Zet het in de koelkast om af te koelen. De balsem is uitgehard. Zet de houder in elkaar. Het is rozig oranje geworden. Maar de kleur is niet belangrijk. De belangrijkste factor is de vulling. Geef deze speciale balsem aan je vriendin en maak je geen zorgen als ze hem niet teruggeeft.
Ze lijkt niet blij te zijn met deze natuurlijke lipploemer. Zeker niet als het een bijwerking heeft. Haar lippen staan in brand en het doet haar bloed koken. Mijn vriendin is bang voor kwallen. Ik heb een onvergetelijke ontmoeting voorbereid. Neem een beetje suiker. Giet er wat water bij. Goed roeren om het op te lossen. Voeg er een beetje citroenzuur bij, zodat het gelei niet te zoet wordt. Verwarm het met heet water of in de magnetron. Laat het niet koken. Voeg gelatine toe. Zie de benodigde hoeveelheid op de verpakking. Als je een dikkere gelei wilt, voeg dan meer droge stof toe. Roer tot het is opgelost. Laat het afkoelen. Giet het in een kom. Zet het in de koelkast. Laten we de kwal verven om hem op een echte te laten lijken. Voeg suiker toe aan de melk. En een druppel kleurstof. Meng om de suiker op te lossen. Verwarm het en voeg wat gelatine toe. Meng het goed. Laat het afkoelen. Zet het in de koelkast. Zuig de vloeibare gelei op in een spuit. Zet er een naald op. Voeg de kleurstof toe aan de koele gelei. Maak draaiende bewegingen waarbij de gekleurde vloeistof wordt uitgeworpen. Het kwallenpatroon verschijnt in de heldere gelei. Laat het afkoelen in de koelkast. Giet nog een portie van vloeibare gelei op een dikke gelei. Laat het opnieuw afkoelen. Als het klaar is, zit het gekleurde patroon in de kwal. Het ziet er geweldig uit, net als de echte. Geniet nu van wat je gedaan hebt. Ze lijkt doodsbang te zijn geweest. Kom op, het is aan land en absoluut ongevaarlijk. Het heeft geen tentakels. En het is lekker. Heerlijk. Het is vreemd, ze zou ze niet willen proeven. Vergeet niet dat je vriendin zich bewust kan zijn van je eigen fobie en je angsten gebruiken om een grap te maken. We hebben een stift nodig, papier en een telefoon. Maak een gigantisch insect op volledig scherm. Leg het papier erop. Trek het over. Maak twee verschillende afbeeldingen. Maak de insecten zwart. Knip ze voorzichtig uit. Oeh, ziet er levend uit! Bevestig de insect aan de binnenkant van de lampenkap. Verwijder de gloeilamp. Haal de lampenkap eraf. Je kunt ze vastplakken met een dubbelzijdige tape. Bevestig aan de zwarte kant. Eén is klaar. Plak de andere aan de andere kant. Zet de lamp in elkaar. Onverwachtheid is de belangrijkste factor. Je grap zal effectiever zijn met een lamp met afstandsbediening. Je zult er echt van genieten haar op de stoel te zien springen. Heb je je ontbijt gemist? Het is oké, je vriend zal je een snack geven. Giet melk in een kom met maisringen. Ze worden niet zo snel week als cornflakes. Doe er een lepel in. Leg het in de vriezer. Trakteer je vriend wanneer hij bevroren is. Het zal leuk zijn om te zien hoe ze de lepel probeert te bewegen. Je zou deze bevroren knapperige snacks niet eens hongerig willen opeten. Hou je van voedselgrappen? Wees klaar om de volgende keer een speciale snack te krijgen. Een broodje kaas is precies wat ze lekker vindt. Neem een ingepakt plakje kaas. Snijd overtollige plastic eruit. Besmeer een sneetje brood met boter. Leg de verpakte kaas erop. Een sandwich met een andere snee brood. Kijk hoe ze hongerig kijkt. Laat nu alsjeblieft de boterham liggen en ga weg. Als ze op de boterham bijt, krijgt ze door wat er aan de hand is. De grap is makkelijk, maar cool. Chocoladetaart kan ik gewoon niet weigeren. Smelt de chocola in een kom met heet water. Doop een spons in de gesmolten chocola. Herhaal dit voor de andere. Giet de chocoladerest op de top. Neem kousnoepjes voor decoratie. Leg een paar zoete hartjes bovenop de chocoladecakejes. Eet smakelijk! De echte chocola brengt haar eerst in verwarring, maar ze is op haar hoede. Ik wou dat je mijn speciale dessert geproefd had. Herhaal mijn fout niet. Bedek alle kanten van de biscuit. Oké, laten we werken aan haar make-up remover. We houden de fles vol, maar ze zal geen druppel uitknijpen. We hebben plasticfolie nodig. Scheur er een stukje uit. Verwijder de bovenkant. Bedek de fles met de wikkel. Doe de dop erop. Knip voorzichtig het teveel af om de wrap te verbergen. Kijk hoe het werkt! Perfect! Het is een uitdaging om deze make-up remover nu te gebruiken. Het zal even duren voordat ze doorheeft dat ze in de maling is genomen. Dit is de grappenselectie van vandaag. Neem je je vriend in de maling, maar neem het ze niet kwalijk als ze je terugbetalen.
Schrijf in de comments welke van de grappen geslaagd zijn. Zorg ervoor dat je je abonneert. Geef je duimpjes omhoog en klik op de bel. Kling! En je hebt toegang tot een nieuwe video.